Van Roda JC. U mist natuurlijk Jan Reker, de trainer. Hij is in Portugal waar hij Vitória Guimarães aanstaande woensdag Europa Cup tegenstander van zijn ploeg aan het werk ziet tegen Benfica. De technische leiding over Roda vanavond is daarom in handen van zijn beide assistenten. Willy van der Kuilen links, u had hem natuurlijk al herkend, en Jan Versleijen. Van Buren. Teruggekomen na een blessure. Paas is goed. Bijna 1-0 voor Veendam. Scorekans voor Ron Jans. Speelde jarenlang hier op Kalheide. Namens Roda is er nu terug namens Veendam. Blättler. Zoek naar Van Loen. Die wint dat kopduel. Van der Luur. Diliberto. Oog in oog met Steengen. Dan moet hij dan buitenom langs. Corner. Elfde minuut. Corner van Diliberto. Terwijl de beste kansjes voor Veendam geweest zijn tot nu toe. Nu de kopbal van Vreese. En dat levert niet deze corner op. Henk Nienhuis, trainer van Veendam. Het nog puntloze Veendam. Gal geeft wat onbezonnen een corner weg. En bovendien is daar de blessure voor John van Loen. Kijk, en van Loen is het toch zelf die met het natte veld als hulp inglijdt en zichzelf daarbij blesseert. En zo kort voor de Europa Cup wedstrijd tegen Vitória Guimarães komt Roda het ongetwijfeld niet gelegen. Ondertussen de corner van Diliberto, want daar waren we natuurlijk wel gebleven. Corner met links. Zwaait dus af van het doel. Kopbal van Van der Leur in handen van Hoekstra. En John van Loen gaat het weer proberen. Al is dat loopje van hem nog niet altijd overtuigend. Huizing is weer op de been. De vrije trap komt van Jans. Die daar overigens alle tijd bij heeft. Weggekopt. Boerenbach van Buren. Breed, rechts, dat is natuurlijk goed. Steenge. Goeie actie. En nog een goede actie. En dan is daar uit de tweede lijn geen schutter aanwezig. De schutters komen meestal te laat. De ruimte is er nu natuurlijk voor Roda, omdat bij die aanvallende actie van Veendam nogal wat verdedigers betrokken waren. Eerste paal Blättler. Vreeser, die schiet nou een keer Diliberto. Boerenbach. En de redding van Hoekstra na het schot van Hansen. Boerenbach. Opgejaagd door Huizing. Blättler. Wil het spel verdelen naar de linkerkant. Diliberto. Suffrein. Een goede actie van Nulger. De kans voor Suffrein. De redding van Hoekstra. Schot Boerenbach. Stuit ook af. Goeie actie van Suffrein. Een goede redding van Hoekstra. Huizing niet in de voeten aangespeeld. Balverlies is het gevolg. Boerenbach. Paas is goed. Nulge. Hoekstra op tijd zijn doel uit. Assistentie kreeg Hoekstra op tijd van veldmaten. Steenige. Paas is niet slecht. Van Buren. Zag dat. Huizing is in de buurt. En van Tilburg. En Suffrein die helpt er een handje. Huizing. Op de lat. Het kan nog. Jans. En dan werpt Vreeser zich in de baan van dat schot. En zo ontsnapt Roda. Nog even kijken naar die actie van Veendam. De voorzet van Van Buren. Die is niet zuiver natuurlijk. Maar Suffrein denkt dan ik help een handje. En dan komt dat schot van Huizing. Kijk. Boom. Ingooi, Blättler. Van der Leur. Breed. Oplossing is niet slecht. En Hoekstra stort zich voor de inkomende Van Loen. En zegt geblesseerd te zijn. En Van Loen krijgt geel. Zulner die de bal raakt. En Van Loen die dan
toch wat onbezonnen doorgaat. Hij is bovendien zelf al geblesseerd. En Kempers noteert hem. Geel voor Van Doen. De ingooien van Hansen komen ver. Als hij dat wil, nu wil hij het niet. Suvrijn. Hansen. Erg voorspelbaar die draai. Jansen, of Jans, zag dat ook. Hansen. Van der Leur. Boerenbach. Steekballetje. Vreese. Kans. Wegkans. Boerenbach mist. Hansen. Raak 1-0. En Vreeser viert het feestje al, maar dat is voorbarig. Want Vincent Hatoet heeft het buitenspel gezien. En krijgt allerlei verwensingen naar zijn hoofd nu. En we gaan eens kijken of hij gelijk had. Het schot nog een keer van Hansen. De kopbal dan van Vreeser. Die staat niet buitenspel. Hilger krijgt de bal niet mee. Is ook riskant met al die dieptepases, want het veld blijft nat. De kans nu voor Van Loen. Na die fout in de defensie van Veendam. Van Loen langs Hoekstra. Maar dan kiest hij de langste weg naar het doel. En dat is nooit de beste weg natuurlijk. Boerenbach van afstand. 1-0. Onder Hoekstra door. Doelpunt Michel Boerenbach. Kijk, Van Loen die was helemaal uitgeweken. En dan lijkt het gevaar voor Veendam ook geweken. Van der Leur en dan het schot van Boerenbach. En de blunder van Hoekstra. De blunder die Roda natuurlijk goed uitkomt, want het leidt na een uur voetbal met 1-0. Suvrijn. Hij heeft wel 6 EK-minuten in zijn bagage, dat kun je af en toe merken. Van Loen draait handig, draait goed. Penalty. Nu wel. Gal is boos op Van Loen. Van Loen die bij zijn maatjes van Roda natuurlijk geen kwaad kan doen. Kijk. Hier komt het moment waar het om gaat. Dit is goed van Van Loen. Dat draaien. En dan valt hij zomaar. Naar Boerenbach. 2-0. Gele of erger een rode kaart aan de pas komen. Gal die zijn woede uitte op Van Loen. En eerlijk gezegd kan ik me dat voorstellen. Kijk, meteen naar het doelpunt. Gal heeft alleen maar oog voor de benen van Van Loen. Die rode kaart is natuurlijk terecht. Maar ik kan me de woede van Gal voorstellen. Van Loen, bedankt het publiek. En zijn vervanger is Huub Smeets. Van Buren. Jans. Ja, van Veendam wordt het vechten tegen de bierkaai. Met 10 man tegen 11. De wetenschap dat de situatie op de ranglijst niet vrolijker wordt. En opnieuw een kans voor Roda. Nulgen laat die kans liggen. Ja, het was een dotje.